Deze beschouwing, die wordt lekker rustig, zoals dat hoort bij een beschouwing. En het gaat over vergeving en onthechting. Maar dat wist je al, want het staat in de titel. Vergeving is een centraal woord in het christelijke dogma. En onthechting is een centraal woord in het boeddhistische dogma. En nu hoor ik Jurk Liesman al zeggen, ja, dat boeddhisme, dat is... Ja, zo praat hij niet natuurlijk, maar zo'n beetje achterdochtig. Hè? Want, ja, daar zit Babylon achter. Voor een deel geef ik Jurk Liesman daar gelijk in. Als je het hebt over boeddhistische kloosters en die boeddha-beelden, waar mensen dan... Nou, als Boeddha dat geweten had bij leven, dan was hij heel boos geworden. Denk ik. Of Boeddha had zich daarvan onthecht en gedacht van ja, zo zijn mensen nu een keer. Je zegt ze 10 keer dat je dat soort dingen niet moet doen. En wat gaan ze dan doen? Ze gaan het vervolgens wel doen. Nou ja, we maken het uit. Dat is onthechting, hè? Dus misschien dat Boeddha bij leven, als hij gezien had dat jij een beeld van hem ging maken, en dan ga je iedere ochtend op je knieën voor liggen, regelrechte overtreding van het tweede gebod van Mozes, hè? Dan had Boeddha dan misschien gezegd van, nou ja, als jij zo gek bent, bedoel, ik ga het je niet verbieden. Ik ga me er niks van aantrekken, ik ben ervan onthecht. Dus ik ben er ook van onthecht dat mensen precies doen wat ik zeg. En als mensen helemaal het juist 100% het tegenovergestelde gaan doen, dan ben ik ook van onthecht. Dat is onthechting. He, want als Boeddha, als Boeddha was geweest zoals wij in de regel zijn, namelijk gehecht. He? Dus Boeddha zou gehecht zijn geweest aan het feit dat mensen hem volgen en snappen en doen zoals hij bedoeld heeft dat mensen zouden doen als hij gehecht was. En hij had gezien wat momenteel boeddhisten uit naam van Boeddha doen. En hij was geweest zoals wij, hè? Wat natuurlijk niet kan, want hij was onthecht. Hè? Maar was hij hartstikke boos geworden? Had hij gezegd, hey, klojo's, hou ermee op. Als je zo idioot wilt doen, doe dat niet in mijn naam, alsjeblieft. Ja, net zoals dat jij, je begint een restaurant en dan noem je McDonald's. En dan ga je de meest walgelijke burgers verkopen ter wereld. Dan krijg je de ruzie met McDonald's. Die tegen jou zeggen, nou, je mag best van die rotzooi verkopen, maar niet uit onze naam. AUB. Onder onze naam. Hè? Dus mensen die Boeddha-beelden in huis hebben. En daar, oh, de Boeddha. Ja, die hebben dus geen jota begrepen van wat Boeddha zei. Punt. En als je zo'n idioot wil doen, ja, Boeddha interesseert het helemaal niks. Kan ik je nou vertellen. Nog een ander ding, Boeddha was zelfs onthecht van het begrip onthechting. Die was de onthechting voorbij. En later is dus, dat zeg ik dus net, met die Boeddha-kloosters, boeddhistische kloosters, waar je met Boeddha helemaal niet meer aan moest komen. Waar heb je dat voor nodig? En bij een klooster, dan ga je toch een beetje denken van, goh, wat doet me dat aan denk? Klooster, zei je, hè? Dat is toch met die muren en dat er mensen in zitten. En die moeten dan de hele dag heel hard werken. En ja, wat is dat ook alweer? Oh ja. Ja, dat is Babylon. De boeddhistische kloosters, die zijn van Babylon. Zonder meer. Dus het boeddhisme is helemaal geïnfiltreerd, binnenste buiten gekeerd. En daar hebben ze lekker van geknutseld wat ze zelf wilden. En zoals ze het christendom omgetoverd hebben tot katholicisme. Van ha 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 ha, dit is ook christendom. Dat katholicisme is helemaal geen christendom. Dat is een heidense toestand. O Lucifer, kom tot ons. Dat zingen ze, hè? Die maloten van een katholieke. O Lucifer.
Nou, zo hebben ze het boeddhisme omgetoverd tot iets waar Boeddha zijn leer niet in terug zou herkennen. He, zoals Christus zijn leer niet terug herkent in de katholieke kerk, zo zou Boeddha zijn leer niet terug herkennen in wat ze nu noemen boeddhisme. Absoluut niet. Dus dit even dan voor alle criticasters. En ja, ik vind dat je kritisch mag zijn op alles wat ik zeg. Maar terug naar onthechting. Wat bedoelt Boeddha daar nou mee? Want ik weet wel wat van boeddhisme. Nou, Boeddha bedoelt daarmee dat als jij gevoelens hebt van teleurstelling, verdriet, boosheid, dat soort dingen, chagrijnig, irritatie, dan komt dat omdat de wereld, de werkelijkheid, niet voldoet aan jouw verwachting. En wie ben jij om te bepalen, om te stellen dat de wereld moet voldoen aan jouw verwachtingen? Dat kan niet. Dat recht heb je niet. Als jij naar een winkel gaat en dan koop je een product. Zo. Bijvoorbeeld, ik heb vandaag gebeld met Online, dat is mijn service provider. En met hun heb ik een contract. En voor dat contract krijg ik een downloadsnelheid van zoveel en een upload van zoveel. Nou, ik kan hier op mijn Mac kan ik zien wat mijn uploadsnelheid is. Nou, als die minder is, ja, dan bel ik die jokers op. Dan zeg ik, hey joh. Afgesproken was, ik zal zoveel krijgen. Dat was mijn verwachting dus. En ik heb maar zoveel. Ja. Nou, dan gaan ze er maar wat aan doen. En als ze er helemaal niks aan doen, wat nu wat kan, hè? Ja, dan ga ik bellen met Ziggo. Of KPN. Of, ja, de Online is niet de enige namelijk. Dan ga ik wel wisselen. Dat doe ik liever niet, maar dat zal ik ook wel zeggen tegen die Online jongens, op jongens of meisjes. Nou, ik wil helemaal niet weg bij jullie, maar ja, je hebt wel beloofd zoveel up en zoveel down. En ik zit maar aan zoveel. Ja, meneer, dat kunnen wij ook zien, want hun kunnen het ook zien natuurlijk. Ja, doe er dan wat aan. Nou is dat niet zo hoor, dus ik ben heel tevreden over Online. Ik noem het even als voorbeeld, snap je? Bij een bedrijf, bij een leverancier. Ja, daar heb je verwachtingen van, maar dat is op basis van een contract. En als men zich niet houdt aan dat contract, dan heb jij recht om op je strepen te gaan staan. Maar in het leven heb je dat niet. Punt. En ik heb een periode achter mij gelaten waarin ik danig ontstemd was, danig geïrriteerd was, dus danig gehecht was. Ik was ontstemd en zo en geïrriteerd over de situatie zoals die bleek te zijn. En ik was gehecht aan de situatie zoals ik zelf verzonnen had dat de situatie zou moeten zijn. Dus ik ging ervan uit dat iets van 19 jaar geleden heb ik dat gezin gesticht. Daar heeft iedereen een reuze van genoten. Want ik vierde bijvoorbeeld mijn verjaardag niet. Ja, af en toe, als ik zin had of zo. Maar toen het gezin er was met een kindje en een wettige getrouwde vrouw, dinges. En ja, dan bel je tante Ger op en ome Jo en blablabla. En dan komt iedereen lekker en dan ook een lekker vet feest. Om 3 uur 's middags beginnen voor de mensen met kinderen. En om 9:30, 10:00 s'avonds, daar zaten mijn laatste vrienden nog de whisky op te suipen. Weet je, even een feest en dan draaide ik 7 uur, hè.
En dat was 7 uur lang feest vieren. Daar moet je even de voorbereiding bij tellen, man. Ik vierde mijn feesten op zaterdag, het liefste. Donderdagavond stond ik in de keuken. Ja, natuurlijk. Donderdagavond koopavond, hè, allemaal spullen er binnen halen. Bij de Turk langs, bij de toko langs en een hup, kokeruur. Zaterdagochtend nog boodschappen doen. Voor de laatste dingen. Ja, toen kwam dat gezin in zwaar weer. Door die moeder, die ontpopte zich als een monster. Die ging dat kind verwaarlozen en dat kind mishandelen. En mij verwaarlozen en mij mishandelen. En mijn familie? Die keek de andere kant op. Denk ik, ja, lekkere boel is dat. Toen kwam die scheiding, er waren al die leuke feestjes voorbij. En dan hoor ik van mijn moeder van, ja, ik zie de familie nooit meer. En wanneer hou je weer zo'n leuk feest? Denk ik, ja. Ja, jaren geleden heb ik jou gewaarschuwd en gezegd, mam, we zitten in zwaar weer hier op de Spijkerstraat. En als jij nou dit doet en dat doet, dat zou helpen. En toen helemaal niks, hè. Nou, daar was ik behoorlijk pist over. Ja, natuurlijk. Dat is logisch. Het is niet terecht. Maar zoiets is logisch. Ik zeg dat even naar jou toe of naar iemand die jij kent toe. Het is een hele normale emotie. Dat je een verwachting hebt van iemand zonder een contract. Dat je denkt, ja, het is toch mijn moeder of zo. In dit geval dan, mijn moeder. Het is toch mijn moeder. Ja, het is mijn moeder, maar wat zegt dat verder? Helemaal niks. Ja, het is lullig om te moeten zeggen. Maar het zegt niks. En als je moeder dan zo is, zoals in mijn geval, en dan word je er hartstikke boos op, ja, maar dat helpt helemaal niks. Laten we eerlijk zijn. Dan blijf je, en in dit geval ik dus, hè, maar je in algemene zin, dan blijft een mens hangen in die hechting. Ja, dit is allemaal hartstikke leuk en grappig, want ik ben boos en ik ben geïrriteerd en dus echt boos. Dat is allemaal geinig. Maar je hebt er geen donder aan, want je hebt geen poot om op te staan. En ik weet nog wel, toen ik 32 was, dan had ik zelfmoordfantasieën. Dat is niet normaal, hè? Dat is abnormaal is dat. Dat wist ik ook wel, maar ik had ze toch. Dus ja, ze gaan die dingen. En ik naar de huisarts toe. En de huisarts, oh, dat is niet normaal. Ik zei, nee. Maar ik heb ze toch. Nou, binnen echt een hele korte termijn zat ik in Wolfhezen. Ik had een vriend en die had een burn-out of zo. Die zat ook op de lijst, op de wachtlijst om in therapie te mogen. En die was jaloers op mij. Van wat? Ik zit al een maand te wachten op therapie. En ik was binnen een week of zo, zat ik daar. Ja, dan moet je ook maar zeggen dat je zelfmoordfantasieën hebt. Dan mag je voor. Hè? Zo slim was hij niet geweest. Maar hij had ook geen zelfmoordfantasieën. En ik wel. Ik was goed depressief, dat kan ik je goed vertellen. En bij die therapie kwam zo'nzelfde ding naar voren. Dat ik weet niet, ze zaten niet eens, of ze, die man die mij dan begeleidde, die zat niet zozeer te peuteren in mijn jeugd, maar er kwamen wel dingen omhoog. En dan zei ik ze op een dag, ja, dat flik je toch niet als ouders. Wil die therapeut me aankijken, van hoezo niet? Wat baseer je dat op? En ik was stom verbaasd. Punt 1, ik kon geen antwoord geven. En aan de andere kant, bij mij van binnen was het zoiets van, waar baseer je dat op, waar baseer je dat op? Door zo doe je toch niet als ouders tegen je kind? Ik heb zijn dochter opgevoed. Ja, ik doe niet zo tegen haar. Zoals mijn ouders tegen mij deden. Echt niet. No way. Ik heb mijn kind altijd opgevoed in wat dan Stefan Molyneux zegt, in een dialoogrelatie.
Als mijn kind iets wilde en ik vond het goed, dan zei ik, nou, dat is goed. Hoe laat ben je thuis? Nou, ze is zo laat. Ik, nou, dat vind ik goed. Nou, en als het dan niet zo was dat ik het niet goed vond, dan zei ik van, nou, ik vind het eigenlijk niet goed. En dat vind ik daar en daarom. En dan zei mijn dochter, oh ja, als dat het probleem is, dan kunnen we het toch zo en zo oplossen. Dan zei ik, ja, dan vind ik het wel goed. Oké, zei ze, dan doen we het zo. Gewoon in een overlegrelatie, zo weet je dat. Dus gewoon overleggen met je kind. Mijn dochter kon altijd alles aan mij vragen, hoor. En of ik vond het gelijk goed, of het was onder voorwaarden, of, dat kon ook, dat is ook voorgekomen, ik zei, nee, het gaat helemaal niet door. Ja, maar dit en dat. Ik zei, ja, dat is wel best. Maar ik vind zus en zo, en dit gaat niet door. Punt. Nou, sommige dingen mogen echt niet. Klaar. Weet ik veel, ze wilde een nieuw bekken voor de drumstel, terwijl ze net 2 maanden daarvoor een drumstel had gekregen. Dan zei ik, nee, dat gaat niet door. Ja, maar dat bekken klinkt niet mooi. Ja, dat zal wel wezen, maar je hebt net een drumstel gehad. En nou een nieuw bekken? Nou, dacht het even niet. Je maakt eerst je lesseizoen maar af. En als je het van de zomer nog steeds leuk vindt en je wil in de herfst weer beginnen, dan gaan we van de zomer een nieuw bekken voor je kopen. Maar nu ga je... het was alleen maar een oefendrumstel, dus waar heb je het over? Je hoeft er niet mee op te treden. Ja, door arme kinderen in Biafra, die moeten oefenen op een drumstel gemaakt van oude telefoonboeken. Kijk, zo stel je als vader paal en perk. Maar bij mijn ouders was dat... En met name vanuit mijn moeder, moet ik zeggen. Echt niet geinig. Het is gewoon een moeder die de zin er doorheen duwde. En als ik wat wilde en zij zei nee, dan wist ik niet eens waarom niet. Het mocht gewoon niet. Toen moest ik naar mijn vriendje toe stappen. Ik zei, nou, ik mag niet. Mijn vriendje zei, waarom niet? Ik zei, ja, ik wil het niet. Oh, zei mijn vriendje, ik mag wel. Ik zei, nou ja, veel plezier dan. Maar ik mag niet. En dan ben je dus op zo'n moment, en dat was het bij die therapie ook, dat ik zei, ja, zo doe je niet als ouders tegen je kind. Dat die therapeut tegen me zei, waar baseer je dat op? Ja, dat kan ik ook nergens op baseren. Ik kan nu kan ik zeggen, ja, ik doe niet zo tegen, ik deed niet zo tegen mijn kind. Helemaal niet. Nou, dat is dan aardig van mij. Dus ik hoop dat mijn kind dat aardig vindt. Dat ze dat als aardig heeft gewaardeerd. Dat ze dat aardig heeft gewaardeerd. Hè? Ik heb niet zo gedaan tegen mijn kind om aardig gevonden te worden. Het komt erop neer dat ik zo niet doe. Ook tegen andere mensen niet. Ik ben iemand van overleg en begrip. Dat heeft mij geen windeieren gelegd in mijn leven. Dus, financieel niet, maar ook niet in mijn contacten niet. Dat had ik laatst. Ik had echt een lastig akkefietje. Potverdorie, moet ik dat nou oplossen? En, ik had namelijk allemaal rotzooi in mijn schuurtje staan. En allemaal hele grote dingen en zware dingen. En al die troep moest weg. Nou, dan kan je dat hier aan de weg zetten en dan komt de gemeente het ophalen. Maar dat kost €38. En ja, het geld groeit me niet op mijn rug momenteel. Ik moet een beetje zuinig doen. Maar ja, ik heb altijd aardig en vriendelijk gedaan tegen Wim. Mijn Wim, Wim Kruidentuin. Zo heet hij niet echt natuurlijk. Maar, En dan bel ik Wim op en zeg ik, hey Wim. Nou, Wim zit er ook niet om te popelen natuurlijk. Maar dat duurde een weekje of zo. En dan zei ik, had ik ook weer wat voor Wim gedaan. Ik zei, Wim, ik heb nou weer wat voor jou gedaan. Dan kom je nu even langs met je bus. Ah, ja, Wim, ja natuurlijk. Kan je morgen? Nou, dan is Wim er. En hoppakee, Wim helpen met sjouwen ook nog. Had hij niet eens hoeven doen, maar dat doet hij natuurlijk wel. Een hoop troep, man. En dan naar de stort. Was een hele leuke middag. Vroeg ik na afloop aan Wim, van wat krijg je van me? Want ja, ik heb €38 bespaard bij de gemeente. En hij moet komen met zijn bus, ja, die rijdt ook niet op water. Nou, zei Wim, laat me zitten. Jij doet wel eens wat voor mij. Ja, precies. Dus je doet wat voor een ander. En als je dat doet tegen de juiste personen, dan krijg je van die personen ook wat terug. En doe je wat voor een stelletje ramdoekers, bulthulpsen.
Ja, dan krijg je er niks voor terug. Ja, maar wie zijn schuld is dat? Jouw schuld, toch? Of niet? Ja, jij gaat dingen doen voor mensen die echt nooit wat terug doen. Ja, dat is dan een beetje, heel klein beetje jouw probleem, denk ik, hoor. Jij hebt je dan vergist in iemand. Nou. En inmiddels met mijn moeder, ja, die heb ik helemaal vergeven. Ik denk, ja, zo was dat. Daar kan ze niks aan doen. Die heeft dat ook in haar jeugd niet al te makkelijk gehad. En, die is geboren in de Tweede Wereldoorlog. En toen zij 4 was of zo, toen kwam de vrede. Zoiets. Hè? Ze is nou 78. Ja, die is geboren in 41. Ja. En het huwelijk van haar ouders, dat was... nou, dat krijgt niet de schoonheidsprijs. Toen haar vader doodging, toen was ik bij haar moeder op bezoek. Dat is mijn oma. En toen vroeg ik van, oma, hoe is het nou nu opa dood is? Ze was helemaal alleen en ze zat weggemoeten uit het huis waar zij al die tijd gewoond had. Ze woonde nu op een, wat ik dan vond, echt een, nou ja, zo'n flatje in Amstelveen. Daar was ze heel tevreden mee. Oh, zus, ik vind die best. Een lekker klein flatje met een lift. En winkelcentrum was in de buurt. En aan de bovenbuurvrouw, dat was een of andere Surinaamse vrouw. Nou, zei ze, die is hartstikke aardig. Die kwam ook nog even langs om de story te brengen. Want die lazen ze dan met z'n tweeën of zo. Ja, zo'n roddelblad. Zei, ja, maar mist uw opa niet? En mijn oma die keek me aan en die zei, wat? Die man? Ik ben blij dat hij dood is. En ik, oh, nou, toen ben ik weer over wat anders begonnen. Nee, zij was niet zo blij met die kerel. Kijk, dat is de jeugd van mijn moeder geweest. En, dat huwelijk is dus nooit... dat is nooit optimaal geweest. Ja, en dan moet mijn moeder voor mij zorgen. En ja, en waar heeft zij dan... Waar heeft zij dan het voorbeeld van gekregen? Nee, dat snap ik allemaal wel. Nu achteraf snap ik dat. En heb ik het mijn moeder vergeven. Ja. Ja, je hebt dat niet meegekregen in je jeugd. He, om met warmte en een toewijding voor je kind te zorgen. Dat zat er niet in. En dan heb je later, we hebben even maar uit mijn moeder dus, dat haar zoon getrouwd is geraakt met een vrouw. Dat is een monster. En zij ziet dat niet. Ja, voor haar is het zo van, ja, de ene moeder doet dit en de andere moeder doet dat. En al die moeders doen het verschillend, hoor. En mijn moeder ziet dan niet dat het gaat om verwaarlozing en mishandeling. Ze ziet het onderscheid niet. Dus waarom zou ze in actie komen? En nou is mijn dochter is, naar omstandigheden aardig terechtgekomen, moet ik zeggen. Het is minder dan dat erin zat. In mijn dochter zat, hè. Die heeft een hoop talent. Nou, die zit onder haar vermogens, is ze aan het werk. Of aan het werk, ze studeert nog. Maar ze moet dan 2 dagen in de week al stage lopen. En, nou ja, het is niet zo heel denderend allemaal. Ze was dan laatst bij mij en had ze dus een dag stage gelopen. Ik zei, en hoe was het op de stage? Ja, zei ze een beetje... Wat zei ze ook alweer? Onderprikkeld. Zeg, wat is dat weer voor een... modern taalgebruik. Onderprikkeld. Dat betekent dat je niet genoeg prikkels krijgt op een dag. Ik zei, ja, vroeger zeiden wij...
saai. Ja, dat was gewoon saai. En wat is dat nou weer onderprikkeld? Zegt toch gewoon dat het saai is? Nou, ze heeft een saaie stage. Nou, dat belooft wat. Als ze zo dadelijk een diploma heeft, dan hoeft, is het dan. Het enige wat er dan verandert, is dat ze. Het is niet meer een saaie stage. Nee, dat wordt een saai werk. Nou ja, leuk is dat. En door wie komt dat? Ja, door die moeder. Want die heeft de carrière van het kind tegengehouden op alle fronten. En die moeder, die heb ik ook vergeven. Ik denk dat ze toch bezig zijn. Ja, die kan er ook niks aan doen. Kijk, met een schorpioen moet je niet in bed gaan liggen. En met die vrouw ook niet. En als je wel met een schorpioen in bed gaat liggen en je wordt 's morgens niet wakker omdat je gestoken bent, ja, dan moet je niet huilen. Jij gaat toch met een schorpioen in bed liggen. Nou. Mijn dochter die vertelde ook, want die moeder heeft een nieuwe vriend al sinds een paar jaar. Zij zei, nou, toen een keer zei ze dat, hè, die slaapkamer, dat is dus haar ouderlijke slaapkamer met mijn Alpingbed. Nou, zei ze, die kamer kom ik niet meer binnen, want het stinkt daar naar zieke mensen. Ik denk, ja, zie je wel. Ik ben niet jaloers op die man. Verre van dat. En die vrouw heb ik vergeven. Ik doe er ook helemaal niks meer mee. Ik heb laatst nog een keer de euvele moeite genomen. Dat is ook alweer een jaar terug hoor. Om te reageren op een belachelijke Facebook post. Die dat mormel. Want dat blijft het wel natuurlijk. Op Facebook had gezet. Daar had ik wat van getypt. Ja, dat doe ik niet meer. Ja. Laat hem maar gaan. Ze kan eten zoals een mens. Ze kan zweten zoals een mens. Ze kan lopen zoals een mens. En ja, ontlasten zoals een mens. Al die dingen kan ze zoals een mens. Maar voor de rest is ze niet menselijk. Menselijk in haar uiterlijkheid. Maar ga haar niet vragen om een gunst. Dat zou ik niet doen. En het vergeven wat jij moet doen, hè, ik noem nou die voorbeelden op. Hè. Als jij het aan de hand hebt, als jij teleurgesteld bent of verdrietig bent of boos bent of zo. Vooral onder ogen zien wat ik net allemaal zei, hè. Je hebt geen poten om op te staan dat je het anders had kunnen eisen. Niet. Ja, en de vergeving, dat is dan de christelijke kant van de zaak. Wij zeggen dan, Christus is gestorven voor jouw zonde aan het kruis. Dan gaat het over het vergeven van jezelf. En die andere mensen die al die ongelofelijke streken uitgehaald hebben, of zelfs nog dagelijks uithalen, en die gaan er natuurlijk lekker mee door. Ja, daarvan kan jij ook denken van ja, als hun Christus accepteren, want daar komt hij, hè, als hun Christus accepteren en accepteren als hun leider, hun hart laten leiden door Christus, hun hart openstellen voor Christus, ja. Dan is alles waar jij dan zo lekker chagrijnig over bent, het is hun in één klap vergeven. Want die krijgen die bonus ook. Dus wat loop je moeilijk te doen? En dan kan je denken van ja, maar als zij nou bij leven niet Christus in hun hart laten, wat dan? Nou, dan gaat die mensen iets overkomen waar jij niet bij wil zijn. Volgens het christelijke dogma. Noem het maar de hel of zo. Ik ben niet zo'n helspecialist hoor. Ik doe er geen uitspraken over. Maar ik kan je vertellen dat bij leven niet
tot berouw komen, niet tot inkeer komen, dat kan niet goed zijn. Zelfs de theosofen, die beweging van Madame Blavatsky, zelfs die zeggen dat. En die zeggen zoiets van, als je bij leven de moraal met voeten hebt getreden, zonder berouw, en je komt te overlijden, dat dan jouw denken, dat slaat in een cirkel, als het ware. Dus dan krijg je een soort rondtollend denken. Net als rondzingen bij een geluidsinstallatie. Hè? Dat die microfoon, die pikt het signaal op van de speakers. En dan komt dat signaal van de speakers door die microfoon weer uit de speakers. En dat gaat weer die microfoon in. En dan, het gaat loeihard rondzingen. Het heet resoneren. De resonantie. Frequentie of zoiets. Die slechte dingen die gaan dan resoneren in je hoofd. En voor jou duurt die resonantie van slecht. Voor jou is dat een eeuwigheid. Niet voor je omgeving, maar voor jou wel. Dus vandaar dus dat er dan gezegd wordt eeuwig in de hel of zo. Dat zeg ik er even achteraan. Maar dat is wat de theosofen zeggen. En wat ik heb er geen mening over. Ik zeg er lekker niks over. Ik zeg dat het niet verstandig is om bij leven van alles te vernachelen, verzaken. Zoals de moeder van mijn kind heeft gedaan. En dan geen berouw tonen. Dat is een slecht idee. Wordt beter gezegd, het is een goed idee, ook voor de moeder van mijn kind. Ze is nou bijna 50. Toch? Wacht eventjes. Nee, ze is nou... Ja, ze is nou 50. Ja. Ja, ze is nou 50. Maar ze heeft nog de tijd. Het is nog niet over, zal ik maar zeggen. Snap je? Zij kan nog komen tot berouw. En ik heb haar vergeven. Ik snap nu dat ze niet anders kon. Ons kind had een... Die heeft een klas overgeslagen bij het primaire onderwijs. En toen in de nieuwe klas, ze had een jaar overgeslagen, dan is in die klas hoger kwam ze dan. En toen kon ze niet meekomen met rekenen. Dat was het enige. De rest ging allemaal goed. Maar rekenen had ze een achterstand mee. En toen werd tegen ons gezegd, de ouders, van ja, wat jullie moeten doen is, je moet je kind gaan bijspijkeren in jullie eigen tijd. En dat moet je doen, dat vond ik wel grappig wat ze zeiden, dat moet je doen op de klassieke manier. Want wij leren hier op school alleen maar dat moderne spul. En dat houdt in dat we kinderen trucjes leren. Want ik vroeg ook nog, van hoe gaat dat hier dan? En dan zei die leraar al tegen mij, die vrouw, van ja, je zal het wel een beetje raar vinden of zo. Maar dat is in één keer hoe we het doen. En dat ging alleen maar om trucjes te leren. Dus 100 gedeeld door 25 is 4 en dat soort dingen. Maar we leren de kinderen niet meer het hele instrumentarium, waarmee je dan zou kunnen uitrekenen hoeveel 100 gedeeld door 17 is. Dat leren we de kinderen niet meer. Alleen maar trucjes. En zij zei, jullie kind moet het klassieke onderwijs hebben. Dat past beter bij haar. Want mijn kind is, noem het maar, relatief hoogbegaafd. Dus hoger begaafd dan het gemiddelde op die school. Veel hoger begaafd. Dus het kind moest het klassieke onderwijs hebben. Het rekenonderwijs, dat zei die lerares ook tegen mij. Wat jij hebt gehad op de lagere school, dat moet je kind leren. Nou ja, dat wist ik allemaal nog wel. De tafels opdreunen.
1 keer 2 is 2, 2 keer 2 is 4, 3 keer 2 is 6. En dan op tempo, hè? Het gaat om de tempo erin. Je moet er een liedje van maken. Nou, en ik nam dat dan ter harte. Die moeder, dan zei ik, nou, ik wil dat wel doen. En die moeder zei, nou, dan is het ook jouw taak. En is het ook jouw taak, en dan moet jij dat maar doen. Dat is het enige wat zij kan, hè. Toen was ik altijd, wat doe je nou boos, weet je wat? Het is dan mijn schuld niet dat het kind een achterstand heeft op school. Weet je. Het is dan mijn schuld niet dat ze ons kind geen fatsoenlijk rekenonderwijs geven. Dat heb ik niet verzonnen. En die moeder al boos. Nou, en dan ging ik aan de slag met het rekenen te doseren aan het kind. Nou, en dan ging die moeder, als ze de kans kregen, ging ze de rekenles verstoren. Ja. Ze kon het kind alleen maar rekenles geven als die moeder weg was. Die moeder moest dan even boodschappen doen of zo. En dan denk ik, oh, mooi zo. Ja. Vroeg ze heel lief, oh schat, hoe lang denk je dat je wegblijft? Nou, ik moet naar de supermarkt, moet ik er even daar langs. En die heeft nog gebeld en die moet ik even wat ophalen. En dan ben ik over misschien een uurtje of zo, maar kan ook langer duren, ben ik terug. En dan duurde het rustig 2 uur of zo, of 2,5 uur. En dan wist ik dat. En dan zei ik tegen mijn kind, van, nou, we gaan zo dadelijk weer even oefenen. Ja, dan was die moeder de deur uit, dat moest wel. Als die moeder in huis was en ging het kind rekenles geven. Ja. En dat deed ik maar hele korte momentjes, hè? Gewoon 10 minuten, kwartiertje. Door beter 10 keer 10 minuten dan 1 keer 100 minuten, snap je? Gewoon kleine dingetjes moet je doen. Gewoon weer even checken. Zeg eens even de tafel van 7. Ja. Dat is de moeilijkste. 1 keer 7 is 7, 2 keer 7 is 14. Kan jij maar uit je hoofd? Op tempo? 8 keer 7 is... En toen, vooral een keer, ja, dat was tijdens het eten koken. Die moeder was aan die pannen aan het roeren en ik zat met het kind aan rekenen te oefenen. Die denk ik, ja, hier kan ze dan geen bezwaar over maken. Want ja, we zitten in de keuken, zij zit in de pannen te roeren en ze kan ons nu niet wegsturen of zo. Hè? Of het kind wegsturen van ga eens dit doen, ga eens dat doen. Nee, want we zitten te wachten op het avondeten en het was bijna klaar. En ik zat bij mijn dochter steekproeven te nemen. Dus hoeveel is 3 keer 4? Hoeveel is 5 keer 8? Hoeveel is 7 keer 7? En ging die moeder, die ging antwoorden voorzeggen. En ze had een plezier, joh. Ze zat echt helemaal te grinniken. Ze zat echt ervan te genieten. En ik keek haar heel boos aan. En ik zei, ja, dat vraag ik aan het kind. En zij kijkt me zo aan met zo'n gelukzalige glimlach. En zegt, ja, maar ik weet het antwoord ook. Ja, zij was toen 37. Nou, je mag hopen dat een mens van 37 weet hoeveel 7 keer 7 is. Hè? Maar zo iemand kan niet anders. Hè? Je kan er wel heel boos over worden en gefrustreerd van raken. En dat, nou, dat deed ik ook wel. Ik werd er enorm gefrustreerd van. En ik heb dus andere wegen in moeten slaan. Ik ging dat kind dan maar, als ik het kind naar school bracht... Dat ging dan 2 keer in de week. Nou, dan in ieder geval. Ja. Als die moeder even boodschappen was doen, ja, dan maar doen. Ja. En waar komt het op neer? Dat ja, zij is door haar vader schandalig behandeld. En als haar, nou, de signalen die ze afgeeft, die fragmentarische herinneringen die er wel eens uitkwamen, als ze een hele emotionele bui had met rollende ogen... Ja, die duiden er toch op dat er seksuele handelingen hebben plaatsgevonden. Ja, en dan ziet ze mij bezig met het kind op een liefdevolle en warme manier. En dan slaan we haar de stoppen door. Dan wordt ze jaloers op haar eigen kind. En dan wordt het voor haar duidelijk wat zij gemist heeft in haar jeugd. En dan kan ze niet anders dan. Dan kan ze niet anders dan de jeugd van haar eigen kind zoveel mogelijk verpesten. Dat kan niet anders. Dat hoort bij dat ziektebeeld.
Nou, en als je dan voor de rest, ik dus, hè, een familie hebt eromheen, zowel mijn eigen familie als mijn schoonfamilie, die categorisch de andere kant op kijken en er niets van willen weten en er niets aan doen en helemaal niet te hulp schieten, ja, dan is het feest compleet. En als je dan gehecht bent aan een situatie waarin het anders is, ja, dan... Ja, dan kan je bijvoorbeeld gaan doen wat ik heb gedaan. Dat is namelijk op een suiper gaan zetten. En Netflix kijken en je daaraan gaan lopen irriteren. Dan kan je tenminste aan iets anders irriteren dan aan je herinneringen. En aan het feit dat iedereen tekortgeschoten is in jouw ogen. En nu kan ik het accepteren. Dat ik denk, ja, heel goed, het is kloten. Ik vind het echt hartstikke zielig voor mijn dochter dat ze ver onder haar niveau gevraagd wordt om te presteren. Ze scoort de hele tijd 8, 9 en 10. En dat vind ik natuurlijk wel leuk voor dat kind. Maar ja, jeetje, mijn kreetje, man. Er wordt er ook helemaal niks van haar verlangd. Ja, vind je het gek dat ze thuis komt met een 10? En dan moet ze nog 2 jaar. En ze zei, ja, de komende twee jaar krijgen we geen kennistoetsen meer. Dus dat betekent dat de code helemaal niet meer getoetst. De komende 2 jaar niet meer. En ze is pas 19. Nee, leuk is dat. Als ik mijn zin had gekregen, was het kind naar het gymnasium gegaan. En had ze nu in het eerste jaar gezeten, in de Propperduizen, denk ik. Nee, dan had ze in het tweede jaar gezeten. Van een of andere universitaire studie. En reken maar, als ik mijn zin had gekregen, dan was dat een technische universiteit geworden. Delft of Eindhoven of Enschede, zeg maar. En dan je masters doen in het buitenland. En die grijze hersenpap die ze heeft. Die heeft een IQ van 130, 140 of zo. Ja. Aan het breinen laten. Maar goed, dat zat er dus niet in. Hè? Nou ja, dan niet. En dan moet mijn dochter het maar op een andere manier zien te klaren. Ja, dan maar een saaie baan. Of, ja. Misschien dat ze helemaal wat anders moet gaan doen. Of, dat weet ik ook niet. Ik heb mezelf niks te verwijten. Dus ik heb alles gedaan wat in mijn vermogen lag. Nou, haar moeder in zekere zin ook. Dus op een bepaalde bijzondere manier heeft de moeder ook haar best gedaan. En de rest is aan mijn dochter, want dat is het nieuwe leven. En als mijn dochter straks een goede kerel treft en ze kan zelf een gezin stichten, en ze doet dat wel goed, en dat ze niet een herhaling wordt van haar eigen moeder, nou dat denk ik ook niet. En dan een man met een redelijk inkomen. Eentje die niet rookt, alsjeblieft. Een beetje gezonde kerel. Ja, dan is toch al dat leed weer vergeten. Dan kan je alleen maar denken aan de toekomst en hoe mooi die gaat worden, toch? Nou, dan missen we het daar toch op. Vergeving en vergeven. En onthechting. Erg belangrijk. Die woede en het verdriet mag gewoon achter je laten. Je kan het toch niet meer veranderen. Ik heb een uitzending gemaakt. Die staat nu al lang en breed op internet. Nieuwsuitzending 682 is dat. Schrijf het even op, 682. Mijn alcohol- en wietgebruik, 60 dagen droog. En in gesprek met mijn moeder. Leg ik daar wel meer dingen over uit. Dat het voor mij beter is, en voor jullie dus ook, om die hechting los te laten.
Dus afsluitend, hoe als Gautama, de Boeddha, geweten zou hebben wat mensen zouden gaan doen met zijn woord en zijn levenswandel. Want Boeddha heeft niks opgeschreven. Alleen maar lopen klessenbessen. En in zijn handelen zat het. Een Boeddha werkte niet. Die leefde van aalmoezen. En dan Kenneth Copeland, een Amerikaanse priester, die leeft dan ook van aalmoezen. Ja, die heeft een privévliegtuig en een ranch. En dat zijn aalmoezen en dan praat je over $100,000 in de maand voor meneer Kenneth. Maar Boeddha had zo goed als niks. Die kreeg wat te eten. En dat was dan een kommetje rijst. Een kommetje rijst en wat groenten. En dat was het dan. Een beetje water. Nou, als Boeddha... als hij in de toekomst had kunnen kijken... en hij had gezien hoe wij... Nou, ik dan niet, maar hoe... het merendeel der boeddhisten... beweren dat ze een volgeling zijn van Boeddha, terwijl ze zijn, dat ze een beeldenis van hem, een beeld van klei, van steen, zo, vereren. Dan had Boeddha gezegd van ja, ach, zo zijn mensen. Ja. Dat kan ik niet veranderen. Ja. Die was daar niet eens boos over geworden. Dat is niet wat hij wilde, maar ja. Ja, hij had geen contract met de mensen. Hij had geen contract met het universum of wat dan ook. Hij had kortom niks te verwachten. Dus hij was niet gehecht aan een bepaalde volgelingen, scharen die allemaal A, B, C, D, E zouden gaan doen. En dan is er dan een schare en die beweert dat ze volgeling zijn van Boeddha. En die doen allemaal maffe dingen in de ogen van Boeddha. En denkt Boeddha, nou ja. Shit happens. Ja, dat had Boeddha natuurlijk niet gezegd, want die sprak geen Engels. Maar zo is dat in jou ook. Ik ken ook het geval van een man... Hij is gescheiden en zijn zoon die woont niet eens ver weg. En die zoon die gaat nog wel elke week of twee keer per week eventjes langs bij mama. En bij papa komt hij helemaal niet langs, terwijl hij zo goed als voorbij rijdt. Op zijn fiets of zijn brommer. En als hij die vader dan aan die zoon vraagt van, goh, ik zie je helemaal nooit... Dan komt er een of ander smoesje uit. En dan denkt die vader, jij bent schijnheilig. En het is die zoon ook. Dat is een schijnheilige zoon. Ja. Heeft die vader dat verdiend? Nee, natuurlijk niet. Heeft die moeder het verdiend dat die zoon dan wel bij haar op bezoek komt? Nee, helemaal niet. Is het allemaal zo gelopen dat het wel zo is? Jazeker. Is dat moeilijk voor die vader? Ja. Of moeilijk geweest, moet ik denk ik zeggen. Door alles slijt hoor. Alles slijt langzaam weg in tijd. Hè. Heb ik zelf gedicht. Beter is het dat je je er niet over opwindt. En je concentreert op de dingen waar je wel wat aan kan doen. Het is niet makkelijk om als moreel persoon in deze wereld te acteren en te handelen. Als iedereen om je heen de moraal aan zijn laars lapt. Zijn oude Griek, Herakleitos, en die heeft gezegd... De weg omhoog, dat is dezelfde weg als de weg omlaag. Een mooie uitspraak, vind je niet? En je komt... als je, nou, ik weet niet of Herakleitos dit zo bedoeld heeft, hoor.
wat ik erbij voel is dat er is dus maar één weg. Hè? Dat is, noem het maar de smalle weg. Hè? De weg die je moet bewandelen om het voor elkaar te krijgen, om te leven zoals je moet leven. Maar diezelfde weg, die kan je ook de verkeerde kant uit bewandelen. En dan gaat het juist niet goed met je, maar juist slechter. Dat is de ene interpretatie. De andere is dat er één weg is en jij wandelt hem omhoog. En andere mensen die wandelen diezelfde weg, maar die zijn bezig om omlaag te wandelen. En je komt elkaar dus tegen op één en dezelfde weg. En die mensen die omlaag wandelen, die hebben niet hetzelfde doel als jij. Dus niet iedereen die jij tegenkomt op jouw pad, is iemand waar je mee verder moet. Heel veel mensen zijn, die zijn wel in je nabijheid. Die denkt, ben je ook hier? Oh, toevallig zeg je. Ja, maar die mensen gaan de andere kant op. En als je dan met ze meeloopt, dan loop jij nog wel op dezelfde weg, maar de verkeerde kant op. Dan loop je diezelfde weg, maar dan omlaag. No good, baby. Het is aan jou om te kiezen. Dus als laatste, dan ga ik afsluiten in deze beschouwing, want die wil ik onder het uur houden, hè. Dat is een anekdote die ik hoorde via de radio, of via internet, maar dan radio. En het zijn twee oudere dames en die heten Truus en Toos of zo. En dan uit Amerika. Een verschrikkelijk slechte audio. Maar ja, het zijn vrouwen op leeftijd en die bellen dan. Hallo Truus, hallo Toos. En het gaat dan over de telefoon en kraak en piep en alles. Maar ik vind wel schattige dames en... En dan bespreken ze van alles. Ook dingen als 9-11, zeg maar. Ze weet je, politiek en dan maatschappelijke toestanden. En in dit geval hadden ze dan een gast. En dat was ook een vrouw. Die was jonger dan zij. Die was toen ergens in de 30 of zo. En haar ouders die konden niet meer goed voor zichzelf zorgen. En zij moest dan die mantelzorg doen. En in Amerika is er dan een wetgeving van als je dat niet doet, dan krijg je een penalty. Fiscaal dinges. Dat wordt afgerekend. Dus dan moet je betalen als kind. Zoiets. Dus zij heeft geen keus. En dan zou je zeggen, ja, maar we maken het uit. Zijn je ouders toch? Nou, dat ligt er die dochter dan even toe met dat die ouders... een stelletje hele vervelende mensen zijn. Dus zij gaat er dan naartoe en het enige wat ze te horen krijgt is gekanker. Oh, zei ze, dat is zo zwaar. Punt 1, ze heeft zelf ook een gezin. Thuis moet ze ook voor de boel zorgen. Ja, dan moet ze dus naar opa en oma toe. Als extra en dan nooit een keer positieve. Altijd. Zei de Truus en Toos. Dat is wel moeilijk, hè? Vind je ook niet, Toos? Ja, zei Toos tegen Truus. Oh, dat lijkt me wel heel moeilijk. En hoe doe jij dat dan? Nou, zei die vrouw. Dan ben ik daar en dan doe ik dus de dingen die ik moet doen. Dus de afwas moet gebeuren, de boontjes moeten gedopt worden, de aardappels moeten geschild en alles klaarzetten voor het avondeten. Er moet stof gezogen worden en die twee oude lui die zitten alleen maar te kankeren en commentaar te leveren en dan tegen elkaar te praten over haar. Dat is heel onbeleefd om over iemand te praten in het bijzijn van die persoon. Maar nou vind je ook niet dat ze het stom doet? Ja, nou dat vind ik ook hoor. Nou, zo hebben wij haar niet opgevoed. Hè? Nou, ik ben wel erg teleurgesteld in onze dochter. Dus jij dus ook. Ja, ik vind het ook maar helemaal niks wat ze doet. Dat soort verhalen dus. Hè? Nou, zei ze, af en toe wordt het me helemaal veel te veel. En dan ga ik naar het toilet. En dan blijf ik rustig een kwartier op het toilet zitten.
En dan laat ik alles helemaal los. En dan lekker zuchten. En dan heb ik even dat kwartiertje rust. En dan sta ik op. En dan loop ik de kamer binnen. En dan zeg ik met een hele vrolijke stem. Wie lust er een kopje thee? En dan zeggen ze allebei. Oh, nou, ik lust wel een kopje thee. En jij ook? En dan zei die ander. Nou, ik lust ook wel een kopje thee. Jij dus ook? Nou, ze zeggen, dan ga ik naar de keuken, ga ik thee zetten. Ze hebben niet eens in de gaten dat ik een kwartier ben weg geweest. Ze vragen ook niet eens aan mij van, goh, jij bent lang op het toilet geweest, zeg. Nee, dus die mensen die hebben een besef van werkelijkheid van 0, niks niet. Ze kunnen alleen maar vervelend doen. En zeiken en zeuren. Nou, ze zeggen, ik trek me er helemaal niks van aan. Ik doe wat ik moet doen. Het zou beter en eerlijker zijn als er een professionele kracht komt en die zou dat doen in plaats dat ik. Terwijl ik ben altijd al door die twee mensen alleen maar afgezeken. Ik ken het al vanuit mijn jeugd en ik dacht dat ik van die kankerfiguren af was. Maar nou zit ik er weer verplicht 3, 4 keer in de week en dan moet ik dat gekanker over me heen krijgen. Ja, ik had gehoopt dat ik er vanaf was. Ja, maar is dus niet zo. Ja, dan is het me zo. En het enige wat zij dus kan verzinnen is dan maar regelmatig jezelf terugtrekken op het toilet. En even tot jezelf komen. En dan gaan we even thee zetten. Snap je? Nou, is er een mooie afsluitende anekdote of niet? Dit was de uitzending over vergeving en onthechting. En op zijn Hamburg zag ik tjus. En dag lieve lieverds.